Boudewijn van Oetreven, u heeft iets van uw vader meegekregen. U was vandaag een van die vedetten hier in de film van Axel Verbraken. Viel dat een beetje mee met die man werken? Ja, ja. Met mijn vader werken is ook al redelijk moeilijk soms, dus ik was dat gewoon... Maar toch heb je die microbe van dat theater meegekregen? Ja, ja, maar dat is eigenlijk met een beetje met de paplepel ingegeven. Ik draai eigenlijk al mee sinds ik 10 jaar ben of zo. Niet zozeer spelen. Ik was vroeger meer geïnteresseerd in ja, wat er achter het toneel gebeurt en zo. We staan vandaag in Theater Krakeel. Dat is jouw wereld een beetje, of jouw biotoop? Een beetje, ja. Ja, ik speel hier af en toe. Sta je dan op zijn of werk je dan achter die scherm? Allebei. Dus we hebben vorig jaar Moeder Courage gespeeld hier. Maar ja, ik heb ook al veel belichting en zo, of muziek van die dingen gedaan. Wat doe je liefst? Eigenlijk alle twee even graag. Het is een ander aspect natuurlijk, maar het heeft alle twee zijn voldoeningen. Ik kan er eerlijk gezegd geen van beide kiezen. Ik vind ze allebei even interessant. Was het vandaag een beetje een première in die filmwereld voor jou? Goh, ik heb vorig jaar ook al meegespeeld in Flikken. Of zo, een kleine rol ook. Maar dus ik kende er al iets van. Maar ja, zoiets groters, dat is de eerste keer dat ik dat meegemaakt heb. Dag Astrid van Ginkelom. U bent vandaag ook aanwezig geweest in de film van Axel Verbraken. Hoe is een man als Verbraken bij u terechtgekomen? Is eigenlijk eens langs geweest bij ons op de repetitie van Die Verjonkheid en heeft mij gebeld. U bent ook iemand die uit de theaterwereld komt? Ja, uit de amateurtheaterwereld, ja. Hoe lang al? Ik ben daar van mijn 19 in beland, dus dat is nu 8 jaar. En de filmwereld, is dat nieuw voor jou, wat je nu gedaan hebt? Ja, dat is nieuw. Ik heb al eens meegedaan aan een project van een filmstudent, Victor Klaes. Een heel tof jongen, maar dat is de tweede keer, ja. En dit hier, viel dat mee? Ja, dat viel goed mee. Dat was speciaal om mee te maken. Maar ja, dat viel goed mee. Hoe lang was je daaraan bezig hier, aan die film? Wij zijn daar 3 weekends mee bezig geweest. En kon je vrijmaken? Oorspronkelijk hadden ze gezegd, het is maar 1 weekend. Dus ik dacht van, ja, het is goed. Maar het waren er dan 3. Dus ja, een week, allee, dat gaat altijd. Als je dat wilt, dan lukt dat wel. Maar dat is gelukt. Dus hoe is het om je eigen te zien op dat doek? Raar. Dat is niet zo leuk. Ben je dan tevreden over jezelf? Of zeg je, dat kon beter? Ik ben nogal kritisch. Kritisch. Dat is al een... was mooi. Ik denk dat ik het nog een keer ga thuis bekijken. Op mijn gemak. Is het voor herhaling vatbaar, als men je nog vraagt? Ik zou het nog wel eens willen doen, ja. Oké, ik wens je nog veel geluk. Dankjewel.